De dag is buiig begonnen met een koude wind. De temperatuur is net aan 6 graden. Op de wegen in de regio is het rustig. Geen enkele file. Dit is het TV West ochtendnieuws van vrijdag de 13e. Dames en heren, goedemorgen. Straks in deze uitzending: bewoners protesteren tegen bomenkap. Maar eerst een vrouw in de gracht in Den Haag. Want gisteravond is een vrouw in de Prinsessengracht in Den Haag gevallen. Dat meldt nieuwssite Regio 15. Door nog onbekende oorzaak kwam de vrouw in het water terecht ter hoogte van het Korte Voorhout. De hulpdiensten werden door een misverstand eerst naar de Prinsengracht gestuurd. Het slachtoffer is uit het water gehaald en daarna met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Hoe het nu met haar gaat is onbekend. Een tabakzaak in Den Haag is gisteravond overvallen. Er is niets buitgemaakt. Een van de daders is aangehouden. Op het Newtonplein heeft de politie 2 waarschuwingsschoten gelost. En daar heeft de politie 1 verdachte van 16 jaar oud kunnen aanhouden. De omgeving van de Beeklaan en het Newtonplein werden afgezet door de politie. Emotionele reacties gisteravond tijdens een informatiebijeenkomst voor bewoners rond de Laan van Meerdervoort in Den Haag. Wethouder Peter Smit gaf daar tekst en uitleg over de noodzaak van de kap van 243 bomen op de Laan van Meerdervoort. De bomen moeten onder meer wijken om meer parkeerplekken te creëren voor de bewoners van de aangrenzende vruchtenbuurt. Kortom, samengevat, wij willen absoluut niet als bewoners hier vanavond verzameld dat de Laan van Meerdervoort wordt opgeofferd voor auto's uit de vruchtenbuurt. Dat willen wij niet. Het punt is, er worden inderdaad meer bomen gekapt dan er terugkomen. Daar heeft u helemaal gelijk in. Een van de redenen waarom dat is omdat de huidige bomen eigenlijk te dicht op elkaar staan om goed te kunnen uitgroeien. Als ik de avond zo beluister tot nu toe, dan krijg ik toch een beetje het idee dat u en de bewoners echt lijnrecht tegenover elkaar staan. En dat ondanks u komt vanavond, dat er eigenlijk niks aan veranderd is. Ja, dat zou kunnen, maar we beginnen ook nog maar eigenlijk de dialoog. Die inspraakprocedure is ervoor om argumenten met elkaar uit te wisselen. En zoals in wel meer, laat ik zeggen, meningsverschillen of verschillen van inzicht is, als je daar 1 ronde overheen gooit, dan ben je er nog niet uit. Ja, het is de vraag of ze er überhaupt nog gaan uitkomen. In ieder geval liet wethouder Smit tijdens de informatiebijeenkomst weten dat de inspraakprocedure voor de bewoners verlengd wordt tot 22 februari. Reden daarvoor is dat de gemeente op 1 locatie het verkeerde plan ter inzage heeft gelegd. Het voltallig bestuur van COC Haaglanden, de belangenorganisatie voor onder andere homo's en lesbiennes, is gisteravond opgestapt vanwege financiële problemen. Het grote struikelblok is dat de club een subsidie kwijtraakt, waardoor ze een medewerker niet meer kan betalen. Het UWV weigert een ontslagvergunning te verlenen en daarom moet het COC de man tot zijn pensioen betalen. En dat kost zo'n slordige 170.000 euro. Verslaggever Renate Sonneveld is bij het COC in Den Haag. Renate, ingewikkelde kwestie, maar hoe komt het toch dat het COC hierdoor in de problemen komt? Nou, sowieso, omdat het natuurlijk al een financieel lastige periode is. En er komt nog deze situatie met uw medewerker bovenop. Het gaat om een schoonmaker die een contract heeft voor onbepaalde tijd. Alleen er is geen werk meer voor hem. En ja, dus willen ze van hem af. Toch wil het UWV geen ontslagvergunning verlenen op bedrijfseconomische gronden. En daarbij speelt mee dat dit pand aan de overkant van de weg in eigendom is van het COC en ook volledig hypotheekvrij is. En dat vertegenwoordigt natuurlijk een bepaalde waarde. Maar ja, dat geld dat zit in de stenen en daar kun je geen salarissen van betalen. Ja, en zonder ontslagvergunning zal de medewerker gewoon doorbetaald moeten worden. En ja, hij is nu 58 en hij heeft nog een paar jaartjes te gaan, zullen we maar zeggen, tot aan zijn pensioen. Dus dat telt aardig door. Daarnaast is het zo dat de loonkostensubsidie die ze voor deze medewerker hebben ontvangen een tijd lang, met terugwerkende kracht is ingetrokken door de gemeente.
Nou, die subsidie is komen te vervallen omdat de werknemer in maart 2010 is verhuisd van de gemeente Den Haag naar de gemeente Voorburg. Dus die is gewoon een paar straten verder verhuisd. En hebben we ook de verplichting gekregen om de uitgekeerde subsidie vanaf die periode ook terug te betalen aan de gemeente Den Haag. En daardoor zijn jullie dus in behoorlijke problemen terechtgekomen. Hoe gaat dat nou opgelost worden? Nou, wij hopen ook door een aantal maatregelen, bezuinigingsmaatregelen binnen het COC. Maar ook om te kijken of wij op een of andere manier een lening, hypotheek of iets dergelijks op dit pand kunnen krijgen. Wat eigendom is van het COC Haaglanden. Om op die manier in ieder geval te zorgen dat financieel een nieuw bestuur met een schone lei kan beginnen. En de verwachting is dat dat nieuwe bestuur in april een feit zal zijn. En tot die tijd zal het oude bestuur demissionair de dagelijkse gang van zaken gaan regelen. En tot zover Renate Zonneveld bij het COC Haaglanden. Daar is het voltallige bestuur opgestapt. De nieuwe burgemeester van Zoetermeer moet vernieuwend, integer en een echt mensenmens zijn. Dat blijkt uit het wensenlijstje van de gemeente. Donderdag wordt in de gemeenteraad de officiële profielschets vastgesteld in het bijzijn van de commissaris van de Koningin. Burgemeester Jan Waaier vertrekt in september omdat hij het na 27 jaar burgemeesterschap wel mooi vindt geweest. In begin juni kan de keus vallen wie de nieuwe burgemeester van Zoetermeer wordt. De sport dan. De waterpoloers van AZC uit Alphen aan den Rijn hebben de bekerfinale bereikt door met 8-6 van Polar Bears te winnen. Zaterdag is AZ en PC de tegenstander in het Amsterdamse Slotenparkbad. Eerder plaatsten ook de vrouwen van ZVL uit Leiden zich voor die finales. Zij speelden zaterdag tegen UZSC. Ja, wat hebben de ochtendkranten allemaal te melden vandaag? We beginnen met Algemeen Dagblad, de Haagse editie. Ze hebben daar een bezoekje gebracht aan de bouwput waarin Maduro Dam tegenwoordig is veranderd. Sinds november wordt daar gewerkt aan een moderner en vooral interactiever Maduro Dam. Het ziet er nog niet helemaal mooi uit, maar verzekerd wordt dat het in april echt allemaal klaar is. En de Telegraaf meldt dat het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam heel graag een van de muizen wil hebben die momenteel het Haagse Binnenhof teisteren. Dat willen ze hebben niet alleen om te weten wat voor soort muis het nou precies is, maar ze kunnen het ook zien als een aanvulling op de collectie Dode Dieren met een Verhaal. In het museum hebben ze al de dominomus, een necrofiele eend en de traumameeuw. Bijzondere collectie daar dus. En het Leids Dagblad, de digitale editie, daarin staat dat de gemeenteraad van Hillegom het nog geen tijd vindt voor een onderzoek naar de vorming van één grote bollenstreekgemeente. Dat bleek gisteren tijdens de raadsvergadering. Noordwijk heeft al wel ja gezegd tegen een fusieonderzoek. En verder zouden ook nog Lisse, Noordwijkerhout en Teilingen mee moeten doen met die grote fusiegemeente. Tot zover. Het weer dus. Het is buiig. De wind maakt het koud. Wat zijn de verwachtingen voor de komende dagen, Huub? De temperatuur komt de komende dagen op een wat lager niveau. Vandaag hebben we daarbij een wisselende bewolking en er kan zeker vanochtend nog een enkele bui vallen. Vanmiddag wordt het overwegend droog. Verder staat er een overwegend noordwestenwind en die is matig. Langs de kust vrij krachtig tot krachtig, maar die zal later vandaag gaan afnemen. En ik zei het al, de temperatuur komt wat lager uit. Vandaag wordt het maximaal 7 graden. Op de wegen in de regio rijdt het over het algemeen lekker door. Een rustige spits alleen op de A4 Delft-Amsterdam. Daar is sprake van een lichte vertraging. Vanavond in een nieuwe aflevering van 't Was Wat kunt u kijken naar een compilatie van de leukste items uit 't Is Wat van de afgelopen week. Zo zocht Fred een nieuwe vriendin. En ik wil dus iemand hebben waar ik van zeg, nou daar kan ik mee uitgaan. Nou met elkaar, ik bedoel een band te hebben, dat wil ik dus. Ze moet natuurlijk wel van dansen houden. Dat en veel meer vanavond in 't Was Wat vanaf 4:15. Ja, tot zover het TV West ochtendnieuws. Meer nieuws vindt u natuurlijk op onze website westonline.nl en bij 89.3 Radio West. Het TV West ochtendnieuws is er over een paar minuten weer. Met als belangrijkste onderwerpen vrouw gered uit het water en woede over bomenkap langs de Haagse Laan van Meerdervoort. Graag tot zo en maak er een mooie dag van.